radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Niezo, het is Hertog Jan, maar dan in het Engels. Is dat waar? Ja. Oh ja, dat klopt. Ja. Alleen ja, Duke Jan klonk zo lullig, dus hebben we maar John van gemaakt. Ik vind het slim bedacht. Waar kom je vandaan? Brabant. Uit Brabant? Ja. Dan? Bergen op Zoom. Oh, dat is heel bekend. Ja, toch? Ja, ik ken hem allemaal. Kennen jullie dit, waar jullie nu zijn, Steenwijk Rond? Nou, nu wel. Ja, maar voor de tijd. Nou ja, ik wel. Mijn vader is hier opgegroeid in Steenwijk. Oh, serieus? Oh, dat is grappig. Dus ik kom al 6 jaar op dit festival. En zodoende staan jullie hier ook? Eigenlijk zo. We zijn apart daarvan gevraagd. Dat is natuurlijk een hele goed zo, dat is leuk te kennen. Zouden jullie ergens een spot nemen, aan? Ja. Ik weet het niet. Treden jullie vaak op? Ja. Dus jullie hadden kunnen spotten. Ja, in ieder geval. Of het is via gegaan. Ja, dat is heel vaak via. Heel vaak via. Wat voor stijl muziek hebben jullie? Snoeiharde garage rock. Garage rock? Kijk. Misschien moeten we even bezaten ons voor de tijd op een gesprek met The Fortune Sons. En daar hadden we al wat van opgezocht. Nee. Maar ja. We hadden beter even muziek voor jullie op kunnen zoeken dan hem even te draaien. Misschien kan dat nog. Misschien kan dat nog. Hoe vaak treden jullie gemiddeld op dan? Het verschilt. Meestal het is eventjes heel vaak heel veel spelen en dan eventjes heel weinig spelen. Dus dat, ik denk dat we zo'n 30, 40 keer in een jaar spelen. Kijk, jullie bestaan er nog niet van. Nee. Willen dat wel graag? Ja. Maar we doen allemaal heel veel dingetjes. Zoals? Andere bands. Oh, serieus? Van alles met muziek. Ook andere genres muziek dan? Ja. En wie doet wat trouwens voor jullie? Ik speel drums. Ik speel bas. En ik speel gitaar en ik zing. En je zingt. Hij schreeuwt. En jullie schreeuwen af en toe mee of toch helemaal niet? Hij een beetje. Klein beetje. Hey, maar jullie treden op in Heartbreak Hotel vanavond. Oh, best snel al. Ja. Zijn jullie er al klaar voor? Helemaal. We hebben er zin in zelfs. Ja, nou hartstikke goed. Nou, wij ook. Ik ga zo meteen eens eventjes bij jullie luisteren. Ik ben wel benieuwd. Maar we hebben een vraag. Nou, ja. Vertel het eens. Toen ik heen reed, toen dacht ik dat ik naar Drenthe reed. Dat was ook zo, die richting ging je wel op. Ben je zelfs doorheen gereden? Kijk. Ja, maar je bent door Meppel gereden. En dat is Drenthe. Ja, daar ben je door. Oké. Ja. En ik hoorde dus dat Gerard Joling gisteren de hele tijd zei, hallo Friesland. Ja. Maar dit is Overijssel. Ja, dat hoorde ik. Dus ik ben een beetje in de war. Het is Overijssel. We zitten zelf ook altijd in het dilemma. We hebben net een nieuwe burgemeester. Vanaf september is een nieuwe burgemeester hier. En die bepaalt dat. Die komt bij Hartburg. Dus die snapt zelf het maatje van. Maar die gaat ervoor zorgen dat het Steenwijkerland, wat dus de kop van Overijssel is, echt goed op de kaart gezet wordt. Want er zijn meer mensen die zeggen, oh Steenwijk, oh Giethoorn. Die denken dat Steenwijk in Giethoorn ligt. Nou is dat niet echt mogelijk. Dat kan niet wel. Je kent Giethoorn? Nee. Van naam. Ja, dat is waar ze. Het is waar een heleboel Chinezen wonen. Een soort Venetië is dat toch? Ja? Ja, het is Venetië. En er wonen geen Chinezen hoor. Er komen heel veel Chinese toeristen de laatste jaren. En zodoende had je het er voorbij kunnen zien komen op het NOS-journaal. Ah, zo. We hadden net wel Nassie trouwens bij de keten. Ja, dat kan je. Uitgiet horen. Maar dat is toeval. Dat is toeval. Maar dan kom je erbij dat onze burgemeester van Hardenberg komt. Dat is helemaal niet waar. Die komt naar de Achterhoek. Is het niet van je? Kom je de baby? Nee. Maar dit ligt er een beetje inderdaad op de grens van Drenthe en dan ook nog Flevoland, Friesland, daar woon ik zelfs. En de kop van Overijssel, oftewel Overijssel. Vandaar waren we in de war. Vandaar. Ja. Nou, als je nou echt mag kiezen, dan zou ik voor Brabant gaan. Als je nou echt de keuze krijgt en zeggen, nou. Als nu moeten jullie echt kiezen, dan zou ik gewoon zeggen Brabant. Ja, dan doen we dat. Want ik vind het hier gezellig en in Brabant is het altijd gezellig. Is het ook gezellig. Dus... Ja. Hey, als jullie dadelijk uitgespeeld zijn, blijf je dan nog? Ja, ik niet. Ik blijf nog maar even. Okay. Nee, ik dacht, misschien ga je nog ergens anders naar kijken. Ja, maar sowieso nog naar Romanese. Biergooien. Jammer dat je er gisteren niet was. Gisteren hadden we André Hazes junior. Ja, ik heb het gezien. Ik was er gisteren. Oh, je was ik ben er heel weekend geweest. Oké. Okay. Jij wordt niet degene die gooit? Nee. Dus eigenlijk... Jammer genoeg niet iemand erop geboren. Twee? Ja, twee. Okay. Zijn er twee mensen weggestuurd, hè? Ja. Die hadden een levenslang dikke hoekstop verbod. Voor een biertje gooien? Ja, dat was voor de tijd bekend. Oké. Okay. Ja. En is dat vanavond ook? Nee, ben je nu eens om gooien wat ze Dat zou ik goed mikken voor de drummer. Ja, oké. Tot de regen dan. Nee, dit is geen hoop. Dit was de regen.
regenjas aan. Ja, je hebt toch je regenjas. Oh, vreselijk. Dit niveau neemt af. Nog wat heel erg nuttigs. En de mensen even oproepen dat ze bij jullie komen kijken. Ja, kom bij ons kijken. Zometeen 9 uur in de Heartbreak Hotel. En 1 september brengen wij onze nieuwe plaat uit. Okay. In DB's te Utrecht. En ik zou komen kijken. 5 euro voor een kaartje, dat is geen geld. Nee. Daar wordt hij gepresenteerd. Ja, daar komt hij voor het eerst is te kopen. En wordt hij voor het eerst kunnen mensen hem vanaf 1 september horen. En hoe gaat hij heten? The Game. The Game, Garage Rock, we komen even kijken zo. Het is goed. Jongens, en succes. Oh, we hebben hem wel. Ja, oh, dat is onze single Behind, denk ik. Ja, is dat zo? Ja, we gaan kijken of hij doet op... Gaan we. Ja hoor. Kijk, dat bedoel ik. Bedankt jongens.